Mijn volgende gast gelooft niet in out-of-the-box denken. Hij gelooft helemaal niet in een box überhaupt. Hij schreef het boek Brand Expedition en is nu druk met een ander project, Crowd Expedition. Waarschuwing vooraf, deze opname kan zomaar worden onderbroken, aangezien zijn vrouw deze week is uitgerekend en hij zijn eerste kind verwacht. Martijn Arets. Ik merk dat mijn uitdaging een beetje uit mijn functie was en ook uit het bedrijf. Ja. Dus ik wilde iets anders gaan doen. En ik had na mijn studie had ik al een keer in een oude ambulance. Was ik 3 maanden door Europa gereisd om met een aantal merkmensen te praten over hun merk. In een oude ambulance? Ja. Zo handig als er wat gebeurt. Ja, toch? Ideaal. Nou, ja. Ding reed maximaal 120 of zo. Oké. Okay. Zo hard ging ik niet. En jij kwam natuurlijk met een wat speciale verzoek. Ja, klopt. Want ik bedacht eigenlijk verschillende excuses voor die mensen om ja te zeggen. Dus aan de ene kant schreef ik toen voor Dagblad de Pers. Dus iedere interview zou uiteindelijk resulteren in een artikel van ruim een halve pagina. Hmm. In een krant met toen nog 1 miljoen lezers. Ja. Dus dan kom je voorbij de marketing- en PR-afdeling. Ja. En vervolgens, die CEO is ook maar een mens. Ja. Dus uiteindelijk als je hoort van dat een jonge gast zijn baan heeft opgezegd... Ja. En in een supercool busje door Europa reist om merken als die van hem of van haar te bezoeken. Wat is daar de rode draad in zo'n bedrijf? Nou, wat het mooiste is, uiteindelijk dat bedrijf is opgezet, echt meer dan 100 jaar geleden... Ja. Door een man die dus in een arme omgeving, want met heel veel bergen heb je weinig ruimte voor industrie... die was in een arme omgeving wilde die werk creëren en behouden. En dat is nog steeds in alles wat ze doen het belangrijkste. Dus toen bijvoorbeeld de crisis kwam, hadden ze opeens veel minder messen die ze verkochten. In plaats van iedereen eruit te schoppen, zijn ze in de buurt gaan zoeken naar van oké, waar kunnen we onze mensen plaatsen. Iedere ochtend kwam er een bus voor rijden. De mensen die over waren gingen in die bus, werden dus bij de bedrijven in de omgeving uitgezet. En aan het eind van de dag werden ze weer opgehaald. Ja, het is echt gewoon ook een complete juridische structuur omheen gebouwd. Ja. Dus alle investeerders via crowdfunding. Hoeveel waren dat er? 171. En die hebben 20.000 euro bij elkaar gebracht, toch? En dat is een dure vertaling. Ja, vertaling, productie en oftewel vertaling, design en druk. En hoeveel druk heb je dan over? 5.000. Hoe belangrijk is geld voor jou? Want als ik jouw verhaal lees, dan kan ik wel zo meteen door op je crowd verhaal. Want het Crowd Expedition is je nieuwe project. Ja. Daarin, als ik jouw verhaal zo'n beetje lees, denk je wel, you don't give a shit about het geld, zeg maar. Je doet gewoon je ding. Maar tegelijkertijd word je nu vader. En ik projecteer nu, dat is best een soort spagaat, weet je. Aan de ene kant denk je, fuck it, ik doe gewoon echt letterlijk wat zin heb. En geld speelt er in geen rol, komt wel goed. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd moet het mondje gevoed worden en de hypotheek betalen. Hoe zit jij daar nu in? Verandert dat nu je vader wordt? Ja, wel iets, zeker. Want als je uiteindelijk nu ook gewoon meer vaste kosten hebt. En kinderdagverblijf, echt niet normaal wat dat kost tegenwoordig. En sowieso ben ik nu aan het kijken naar de balans tussen en de dingen doen die ik echt wil doen. Ja. En echt wel een soort van duurzame instroom qua geld. Doe je dat internationaal ook meteen? Ja. Dat lijkt me slim. Ja. Wat is het businessmodel erachter? Het businessmodel is dat aan de ene kant er 5 founding partners bij komen. Of de organisaties waar dit ook in het verlengde ligt van hun toekomst. Dus bijvoorbeeld een marktonderzoekbureau, bijvoorbeeld een Microsoft... bijvoorbeeld een grote adviesclub, die ook aan het denken zijn van oké, waar gaat het heen? En uiteindelijk is het idee dus om met die 5 partners... uiteindelijk alle resultaten die uit alle gesprekken en onderzoeken komen... daarop te projecteren, met hun te gaan kijken van oké, hoe kunnen we dit direct toepassen op jullie business? En vervolgens ook te leren van die output ervan. Tot slot, mensen die zitten te kijken, hoe kunnen ze je helpen om van Crowd Expedition een succes te maken? Ze kunnen zich nu inschrijven op de nieuwsbrief, nog redelijk ouderwets, maar het is een begin, op crowdexpedition.com. En vanaf daar gaan we dus aan de slag. En de komende weken komt er steeds meer nieuws naar buiten toe over Crowd Expedition. En zullen ook, want uiteindelijk ga ik ook heel veel mensen betrekken bij het verhaal van Crowd Expedition in verschillende niveaus. Dus mensen die echt mee willen gaan doen, kunnen meedoen. Mensen die puur alleen maar willen consumeren, die kunnen consumeren. Ik wens je er alle succes mee. En geniet sowieso van je vaderschap. Wat nog niet gebeurd is in dit half uur. Maar ergens deze dagen, of in ieder geval een week, waarschijnlijk wel zal gebeuren. Heel veel plezier ermee, kan je nou vertellen. Dat wordt echt waanzinnig gaaf. Ja. En heel veel succes met Crowd Expedition. Dankjewel dat je mijn gast was. Ja, graag gedaan. Dankjewel. En dankjewel naar het kijken naar weer een aflevering van Profile hier op 7ditches.tv. Kijk voor alle afleveringen op 7ditches.tv of download de app voor mobiel of tablet. Dank voor het kijken. Dag.